wat je op de opleiding op woensdag krijgt, donderdags sta ik het hier voor de klas weer in praktijk te brengen. Er is vaak een regelrechte link tussen wat je daar krijgt en wat je hier staat te doen. Ik ben Bram Geurtsen, ik woon in Veenendaal, ik ben getrouwd, ik heb 7 kindertjes. En ik werk al 23 jaar in het onderwijs, sinds 12 jaar in het voortgezet onderwijs. En sinds een paar jaar doe ik nu de masteropleiding Nederlands. En mag ik ook in de bovenbouw les geven aan 4 AVO-klas. Mijn naam is Martin Dijkshoorn, ik ben 55 jaar. Ik werk hier op het Van Lodestein College en ik ben werkbegeleider van Bram. Ik heb een lerarenbeurs aangevraagd, eerst voor de bachelor, die heb ik gekregen. En gelukkig kwam toen een nieuwe regeling waardoor je ook de master met een nieuwe lerarenbeurs kunt doen. Dus ik geniet van mijn lerarenbeurs met 10% studieverlof. Je kunt zo'n opleiding ook op de universiteit doen, maar wat zegt de universiteit? Kom op maandag, kom op woensdag en in oktober moet je op dinsdag en vrijdag opdraven. Maar dat is natuurlijk voor een docent die ingeroosterd staat in een lesrooster op een school onmogelijk. Want een school moet weten waar die aan toe is. Wanneer werk je, wanneer werk je niet. Dat moet niet om de havenklap veranderen. Ik heb van Bram allerlei mooie dingen gezien tijdens de lesobservaties. Waar direct de lijn zei van oké, in de theorie is dit besproken en ik ga dat in de praktijk ook toepassen. De school koos voorheen altijd voor het laten lezen van een literatuurlijst. De leerlingen moeten dan zelf aan de slag gaan. We zien dat ze dat te weinig doen. Wat heb ik op mijn opleiding geleerd? Laat leerlingen samen overleggen. Wat voor boeken gaan we lezen? Wanneer gaan we dat doen? En naderhand, als ze dat boek gelezen hebben, daar samen over in gesprek. Zodat dat een gezamenlijk proces wordt, samenwerkend leren. En zodat die leerlingen ook aan hun taak beginnen en het niet meer blijven uitstellen. Het sterke van de hand vind ik dat het flexibel is. Je hebt natuurlijk een jaarplan waarin dingen moeten. Colleges gevolgd door de modules moeten worden afgerond. Maar als iets even niet lukt, dat kun je hebben met een baan ernaast of een gezin ernaast. Dan is men zo flexibel dat men zegt, doe het dan zus, doe het dan zo, lever het iets anders of iets later in.